Ik heb hier een tekst uit Jesaja 56, de herziene statenvertaling. Het gaat over het huis van gebed. En daar staat het zo: ik zal hen verblijden. Dat is vers 7. Ik zal hen brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Dus God zegt dat hij vreugde geeft. Ik zal hen verblijden, zegt hij, voor degene die gaan bidden. Ja. Dus heb je zin in vasten? Ja, ik denk het niet. Je vlees heeft er geen zin in. Maar de Heer zegt, ik ga je vreugde geven. Ik zal je verblijden in mijn heilige berg. Ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Wij weten dat de gemeente, CLC in Den Haag, is niet onze kerk. Het is, Jezus zei, het is mijn huis. Hè? Ik heb mijn leven hiervoor gegeven. Deze mensen heb ik betaald met mijn kostbaar bloed, gekocht en betaald. Mooi. Dus hij zei, ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Laat CLC een huis van gebed zijn. Oh, dan komen ze vanavond, maandagavond, ja, 8 uur. Vanavond, ja. Uurtje bidden. Ja. Van 8 tot 9 maandag en dan weer woensdag. Woensdag. Bevrijding, hoop ik. Oh ja? Ja. Oh, jij gaat bidden voor bevrijding. Ja. En woensdag, geen geheim maken toch? Jij leidt het maandag, Ruben leidt het woensdag. En vrijdag hebben we natuurlijk onze Holy Spirit Touching Heaven Night. De hele avond van worship en avondmaal. Ja. Dat is ook heel gaaf. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en slachtoffers, de offers die we brengen, zullen welgevallig zijn op mijn altaar. God zegt, ik ben blij, het is welgevallig. De offers die je brengt, extra tijd om bij God te zijn, voorbeden te doen. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken, zegt de Heer. God wil echt dat wij een huis van gebed zijn voor alle volken. Blank, zwart, oranje, maakt niet uit. Alle volken samen bidden. En dan staat er de Heere, Heere, die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt. Dat is zijn reactie op ons gebed. Die spreekt, ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen. Naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Dus wat gaat God doen als we gaan bidden en vasten en onze offers brengen? Dan zegt de Heer, ik word er blij van, ik geef jullie mijn blijdschap. En ik ga de mensen weer terugbrengen die afgedwaald zijn, de verdrevenen. Ik ga ze weer bijeenbrengen, nog veel meer dan ik al heb gedaan. Mooi. Ik hoop dat we als kerk niet alleen bidden en vasten voor jezelf, maar echt ook voor de kerk. En voor de leiders. We hebben woensdag ook een leidersmeeting voor met wat update. En er zijn mooie dingen bezig te gebeuren. Ik hoop dat je bidt voor de kerk. Voor alle leiders. Voor de teams. Voor de connectgroepen. Voor alle vrijwilligers. En vooral natuurlijk ook dat heel veel mensen Jezus gaan leren kennen. Terugkomen in zijn huis. Dat de Heer zegt, ik breng ze weer terug uit de verlorenheid, uit de duisternis, uit de ellende, uit de waar ze allemaal zijn. En ik breng ze weer terug in mijn huis. Laat dat een van de focussen zijn. Mooi. Van ons bidden en vasten. Niet, ja, alleen voor onszelf, maar voor de duizenden die God helemaal niet kennen, zijn liefde zo nodig hebben. Dus wij wensen je een hele goede tijd van vasten en bidden toe. En wat ons betreft tot vanavond, woensdagavond, vrijdagavond. Heel veel zegen.